Mijn kritiek gaat inderdaad over die brochure over vlees, omdat daar ook foutieve informatie in staat. Hè. Ik ga een voorbeeldje geven. De titel van die brochure, van in de wei tot op je bord. Over welke wei gaat dat? Weet iemand dat? Er worden 11 miljoen varkens per jaar geslacht in Vlaanderen. Er worden 260 miljoen kippen geslacht in Vlaanderen. In welke wei bevinden die zich? In geen wei. Die zitten opeengepakt in stallen. Alleen al daarmee zet je gewoon kinderen op het verkeerde been. Ik vind, het gaat er niet over dat er niks mag gezegd zou worden over vlees op scholen. Dat is het punt. Niet alles wat op school wordt gezegd, wat wordt uitgelegd aan kinderen, moet kaderen in een educatieve boodschap en dat moet objectief zijn. En dan mag er inderdaad geen reclame, ook niet vanuit een andere sector gebeuren, met zuiver commerciële belangen. Gaat, dat gaat over het algemeen belang. Gaat u een stap ondernemen om die brochure uit de scholen weg te halen? Of is het kwaad geschied en moeten we het nu gewoon doorstaan? Ja, ik vind in elk geval dat het kwaad is geschied. Hè. Die brochures zijn verspreid. Er is heel veel negatieve reactie vanuit scholen gekomen, ook vanuit het Vlaams Instituut Gezond Leven. Hè. Maar ik vind dat dit niet voor herhalingen vatbaar is.